Dit project begon met mijn idee of we niet een opera konden laten opvoeren door micro-organismen. En ik heb samengewerkt met microbiologen die mij toen allemaal organismen hebben laten zien. En uiteindelijk is daar de C. elegans uitgekomen. Het is een microscopisch klein wormpje, echt kleiner dan een millimeter, die net zo elegant beweegt als zijn naam. Ik filmde micro-organismen met een microscoop. En ik heb speciale software geschreven die hun bewegingen omzet naar geluiden. Dus zij, door te bewegen onder de microscoop, voeren zij eigenlijk de opera op. C. elegans wordt al 30 jaar veel gebruikt in genetisch onderzoek. En wordt continu opgekweekt in petrischalen. En eigenlijk is die petrischaal voor hun de nieuwe natuur geworden. En zoals ik het zie, zijn wetenschappers bijna een soort goden voor deze microscopisch kleine wormpjes. Die zich absoluut niet bewust zijn van onze wereld. Terwijl wij vanaf de eerste celdeling en hun complete genoom, alles is ons bekend. Dat vind ik wel een heel interessant gegeven. Ook al hebben ze het niet door, maar ze toch te laten optreden in een opera, geef ik ze ook weer een soort kracht terug, een soort inwerking op onze wereld. Een van de verrassendste reacties was dat mensen echt ontroerd werden door dit micro-organisme en een soort empathie hadden ontwikkeld. Terwijl normaal hebben mensen misschien denk ik, ja, die spuit antibacteriële spray op dingen. Ik probeer eigenlijk een beetje tussen alles in te zitten, dus tussen kunst en wetenschap en design. En, nou ja, dat lijkt me wel het leukste plek om te staan.